Onderontwikkeling. Onderontwikkeling is de allergrootste vijand van die mensen. Nou. Die mensen weten niet beter. En ze zullen ook niet beter weten als wij het ze niet vertellen. Maar ja, we gaan ze niet vertellen, want dan geef je macht uit handen. En dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Ik sprak ook met een moeder. En die had een kindje met een hazenlip. Lelijk, dat ventje. Zo, nee, maar dat zag er echt niet uit, joh. Ja, ik kon er niet naar kijken. Ik moest hem interviewen. Ik heb zo geïnterviewd. Ik dacht, ja, kom op. Ik had zoiets van, nou, dit kan echt niet, joh. Maar ik vond het echt. Ik werd er echt misselijk van. Ja, ik vind dat je een bekende Nederlander dit gewoon niet aan kan doen, dacht ik. En het was echt afzichtelijk. En ik had zoiets van, regel even een ander kind of zo. Nee, maar het was echt te erg. Dat ze zo'n jochie gewoon niet afmaken tijdens geboorte, daar snap ik helemaal niets van. Gewoon. Maar die moeder van dat kind geloofde dat haar zoon een hazenlip heeft, omdat zij tijdens haar zwangerschap bij volle maan de vis verkeerd gesneden heeft. Dat gelooft ze. Ik zei, dus je gelooft in toeval. Ze zei, nee, ik geloof echt dat ik bij volle maan de vis verkeerd gesneden heb. En daarom is hij zo geboren. En dat is mijn schuld. En ze krijgt ook de schuld. Van iedereen. Van de man, van de familie, van de rest van het dorp. Ze wordt het dorp uitgezet, verstoten, alles. Ik zei, maar het is niet waar. Het klopt niet. Lieve vrouw, hou op dit te geloven. Want je maakt jezelf kapot. Dit staat nergens geschreven. En ik heb respect voor je. Misschien ook wel voor dat rare geloof van je. Alleen hou op dit te geloven. Mijn moeder heeft verkeerde medicijnen gekregen toen zij zwanger was. En dat is voor mij de reden, voor haar de reden. Het is erfelijk. Maar dit verhaal, dit klopt niet. Dus hou op dit te geloven. En ze zei, ja, je kan dit zeggen. Maar ik zal dit altijd blijven geloven. Ik blijf dit altijd geloven. Onderontwikkeling. En dan kom je terug in Nederland. Denk je, Nederland is een rijk land. Nogmaals, we zijn het vijf na rijkste land van de wereld. Je denkt, Nederland is een ontwikkeld land. Nou, ik schrik me kapot erg. Wij zijn inmiddels zo geniveleerd in ons niveau dat wij Mohammed B. een intelligente gozer vinden omdat hij de HAVO heeft afgemaakt. Wow. Dus dat is de bovengrens zijn geworden, dat wist ik niet. Sinds wanneer is dat? Ja, ik weet van niks. Maar welk referendum heb ik gemist? Ik weet, als je op de HAVO zit, dan ben je te lui voor het VWO. Dat weet iedereen, toch of niet? Hoe 60% van de jongeren in Nederland gaat naar het VMBO. 50% daarvan maakt die school niet af. En zoveel emballagemedewerkers kunnen we gewoon niet gebruiken in dit land. Er zijn automaten voor. En begrijp me goed, ik sta hier niet om VMBO's af te zeiken, echt niet. Ik kom hier niet naar dit culturele centrum toe om dat te doen. Uiteindelijk gaat het me er namelijk helemaal niet om of je nou wel of niet slim of intelligent bent. En ik weet best dat er kinderen zijn die heel goed ja, hun best doen en gewoon niet beter kunnen, tuurlijk. Alleen er zijn kansen in dit land. Als je wat wil, het kan hier gewoon. De mogelijkheden lijken zelfs onbegrensd. Het is een kwestie van tijd en een heel klein beetje doorzettingsvermogen af en toe. Maar alles kan, echt alles kan. Als je wat wil, het kan hier. Ik ben in al die landen mensen tegengekomen die van alles willen, maar het lukt ze niet. Ze lopen stuk, ook een handicap, of ook infrastructuur, ook een soort bureaucratische molen. Maar hier kan alles. Alles. En wat ik haat, waar ik echt verschrikkelijk moedeloos van word, is creatieve armoede. Dat het hierboven helemaal stil ligt. Dat als je aan mensen vraagt van, goh, wat wil je later gaan doen? Kijk, zie je wel, kom goed. Ja, kijk wel, weet ik veel. Maakt niet uit, toch? Zie wel gewoon. Kijk wel. Kijk wat er langskomt. Ja, toch? Zie wel gewoon. Ja, gaan we niet druk over maken. Echt niet. Vals wel leuk. Ja, toch? Kom wel goed. Zie wel later wel. Ah, tijd zat. Rustig aan, toch? Ja, gaan we niet druk over maken. Weet niet. Maakt niet uit, toch? Zie wel gewoon. Kom wel goed. Ja, rustig aan. Ja, je hebt toch wel iets. Ik bedoel, je hebt toch wel over nagedacht. Je hebt toch een droom, neem ik aan. Het hoeft niet uit te komen, maar droom maar toch. Wat zou je willen bereiken? Waar zie jij jezelf over een paar jaar? Hier. Ja, ik weet niet, maakt niet uit hoor, zien we gewoon. Kijk wel, kom wel later wel, ja toch, een tijd zat, rustig aan, gaan we er niet druk over maken, vals wel leuk. Ja, kijk wat er langs komt, ja toch, zien we gewoon, rustig aan. Tijd zat, kom wel. Je hebt wel iets in je hoofd, een soort richting, een soort opleiding. Ja, niet te moeilijk. Nee, dat weet ik wel, nee, niet te moeilijk. Jij geeft me een beetje suiker en zo. Nee, anders neem ik gewoon uitkeren, is ook goed. Neem ik gewoon uitkeren, is hartstikke makkelijk. Blijf gewoon lekker thuis wonen. Mijn vader heeft genoeg geld, joh. Neem ik gewoon uitkeren, is hartstikke makkelijk. Beetje PlayStation, niet te moeilijk, jij geeft.
Je mag geven iets. Je hebt een soort klein idee, een soort klein motto. Ja, ik wil alles uit mijn leven halen wat erin zit. Ja. Zeg dat nou niet, weet je wel. Je weet voor de helft niet eens wat erin zit. En uiteindelijk komt hij dan. Ja, ik wil wel iets met mensen doen of zo. Wauw. Heb je dat gedacht, joh? Ik wil wel iets met mensen doen of zo. Ik wil wel iets met mensen doen of zo. En dan kijken ze je aan alsof de rest van de wereld dolfijnentrimmer is. Maar ik vind mensen die iets met mensen willen doen of zo, die moeten gewoon hier in het centrum zetten. Op de Dam, zaterdagmiddag, bord om en een kukwassoek uithelen. En zeggen, nou, jij bent op je plek of niet? Moet je kijken wat de mensen boffert. Tot 6:30 mag je, Echo. We leven aan de kant van de wereld, waarin er zoveel mogelijkheden zijn, zoveel keuze en zoveel vrijheid, dat mensen daar totaal van in een war raken. Mensen schieten in de stress. Er is zo ongelooflijk veel om te doen, dat mensen niet meer weten wat ze moeten doen en daarom maar niks gaan doen. Mensen hebben het gevoel alsof ze in hun eentje op een groot leeg doel afrennen. En er is geen keeper en ze hoeven alleen maar te scoren. Maar doordat er zoveel mogelijkheden zijn, schieten ze over of keihard naast. Ik ben nu net 27. Er zijn mensen van mijn leeftijd, 26, 27 jaar, die zoveel keuzes hebben, zoveel vrijheid en dan zoveel in de war zijn geraakt, dat ze het gevoel hebben dat ze in een kwart life crisis zitten. Ja, onderschat het niet. Ik hoor het u onderschatten, maar er zijn mensen van 26 die het gevoel hebben dat ze in een kwart life crisis zitten. En ik dacht, als je 26 bent en je hebt het gevoel... Ik bedoel, waar hou je überhaupt de arrogantie vandaan om te denken dat je 104 wordt? En kijk, als je je nu al zo voelt, dan maak je er over een paar jaar een einde aan. En dan heb je je midlife crisis in principe al lang gehad. Dus geniet er nog maar eventjes van. En mensen zeggen dan tegen mij, ja, jij hebt makkelijk praat. Want je doet wat je leuk vindt en je weet wat je wil, je weet wat je kan. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ik heb hier nu al een hele tijd een hele grote bek. En ik ben er me ook heel erg van bewust. Alleen ik weet het ook niet. Ik ren ook maar in mijn eentje op dat doel al. En ik weet hier wat ik moet doen. Maar daarbuiten is ook een wereld. En ik wil ook scoren. En ik wil scoren met een omhaal in de goalhoek. Wat ook niet echt het allermakkelijkste is. En ik wil het helemaal niet bagatelliseren. Echt niet. Het is natuurlijk allemaal veel makkelijker als je gewoon ergens in een of ander islamitisch land woont in Zuidoost-Azië. En je bent, laten we zeggen, een meisje van 16. Dat is gewoon allemaal duidelijk. Dan sta je 's ochtends op en dan weet je wat je aan moet, bijvoorbeeld. Nou, en je weet wat je mag en je weet wat je niet mag. En je kan maar beter onthouden wat je mag, want het is niet veel. Je mag niet nadenken, je mag niet leren, je mag niet studeren, je mag niet autorijden. Je moet je man gehoorzamen. Je weet vanaf je 11e al met welke man je gaat trouwen. Je mag niet werken. Tuurlijk, dat zijn veel overzichtelijkere keuzes. Maar het is natuurlijk allemaal veel spannender als je gewoon ergens in een of ander Afrikaans land woont en je bent een jochie van 11 met een geweer, met je eigen geweer. En je moet iemand anders van 11 kapot schieten, omdat je anders zelf kapot geschoten wordt. Tuurlijk, dat is gewoon een richting, dat is een keuze, daar kun je voor kiezen. Maar ja, we treffen het niet allemaal. We moeten het toch doen waarmee we het moeten doen. En dat is heel erg veel. Er is zoveel vrijheid dat mensen hun eigen vrijheid gaan minachten. Mensen gaan hun eigen vrijheid verkrachten. Ik zag een programma op televisie dat heet Jouw Vrouw, Mijn Vrouw. Ken je dat? Dat is een tamelijk decadent programma waar heel veel mensen naar kijken. Dat is een programma waarin een moeder uit een gezin wordt gehaald. En die gaat dan 2 weken lang de moeder spelen in een ander gezin. En andersom. En dat zijn natuurlijk niet 2 gezinnen die op elkaar lijken. Tuurlijk niet! Dat zijn 2 tegenpolen. Dat is een gezin wat heel slordig is. En een gezin wat heel erg netjes is. En een gezin wat heel erg rechts is. En een gezin wat heel erg links is. Kortom, dat zijn 2 gezinnen die er bewust voor kiezen om 2 weken lang een kuttijd te hebben. Maar niemand heeft het naar zijn zin. Iedereen is dood en doodongelukkig. Die vrouwen zijn ongelukkig, die mannen worden impotent. Die kinderen gaan niet meer naar school, de hond gaat naast zijn man lopen schijten. Niemand heeft het leuk. En na 2 weken komt die vrouw echt jankend terug. Met tranen, hè? Oh, en ik ben zo blij dat het allemaal over is. En ik ben zo blij dat het allemaal niet meer hoeft. Ik denk, maar het hoeft toch ook helemaal niet, joh? Van wie moet dat dan?
Je bent toch niet gedwongen of wel? Ze hebben je toch niet 2 weken lang met een stok op je rug lopen slaan? En waarom laten we dat dan niet zien? Ja, als je toch je vrijheid wil verkrachten, waarom is er dan geen programma waarin moeders gewoon iedere dag, bam, keihard met een stok op hun rug worden geslagen. Gewoon een paar keer per dag. Bam, allemaal naakt op elkaar stapelen, zak over het hoofd, elektriciteit aansluiten, blaffende honden, dat soort beelden gewoon. Ja, er zal weer geen geld voor zijn in Hilversum.